Goedenavond. Goedenamiddag. Goeiedag. Wie bent u eigenlijk? Oh, wie bent u eigenlijk? Waar is mijn moeder? Waar is mama? Oh, even kijken, waar is mama? Oh, Jaap, ik zie Jaap. Godzijdank, Jaap, ik ben blij dat ik jou zie. Hè? Wat ben ik blij. Ik ben zo blij, vanochtend hoorde ik de kinderen buiten toen ik wakker werd. Ik werd er wakker van, maar eigenlijk was het toch fijn. Ik ben lekker blijven liggen in mijn eigen bed. En Jaap lag toch nog te slapen, hè Jaap? Ik geloof wel dat ik vannacht ook nog op ben geweest. Ik was een stukje gaan lopen, maar volgens mij was er ook iemand die ik niet zo goed kende. Maar ik ben wel weer in bed beland. Ik ruik het. Ik ben gewoon thuis. Wat heerlijk. En ik zie ook, ik ken u ook trouwens van de winkel. En ik zie toch meer bekende gezichten. Alleen ik weet niet waar mijn moeder is. Nou, goedemiddag dames en heren. U denkt waarschijnlijk, die Monique, daar is echt iets mee aan de hand. De hitte is in haar gekomen. Dat zou zomaar kunnen. Ik refereerde net al met bijvoorbeeld Stefan en ook Vincent. Andere Vincent ook. Dat wij ooit een keer op zo'n hete dag als vandaag naar Nijmegen waren. Weten jullie het nog? Zonder dat ik daar nu over ga uitweiden. Dat kan wellicht zo voor bij de borrel nog. Maar in Nijmegen hebben wij toch wel een verbond gesloten. En voor een deel kwam dat ook door de temperatuur. Maar dames en heren, ik ben echt nog wel bij de tijd. Dus mocht u plaatsvervangende schaamte hebben van moeten we haar niet even weghalen. Ik wilde u alleen even meenemen in dat o zo belangrijke gevoel van ouder worden en het niet meer precies weten. We denken dan allemaal wel aan dementie, de ziekte van Alzheimer, maar dat is lang niet altijd het geval. Er zijn meerdere ziekten, maar het is ook als je, ik zou haar zeggen, noem het maar gewoon, hè, kop houden, noem het maar gewoon, ook als ik ouder word en ik heb slechts lichamelijke kwetsuren, dan kan ik ook nog wel eens wat vergeten. Dan hecht je enorm aan je familie, aan bestaande elementen en soms zelfs aan gewoon de geur en de geluiden om je heen. En daar gaat het ons om. Een woningmarkt die hopeloos op slot zit, waar mensen met weinig koopkracht niets te kiezen hebben, is dit project echt een must om toe te voegen. Wat we hier gaan doen, is mensen ook met een zorgvraag een toekomstbestendig thuis bieden. Een thuis waar ze zelf vorm en inhoud kunnen geven aan hoe ze willen wonen. Het gedichtje wat je net voorlas, of het verhaaltje wat je voordroeg, dat sluit perfect aan bij hoe we het hier zouden willen. Mensen moeten zich hier echt thuis gaan voelen. Je gaat hier ook niet in een verzorgingshuis wonen, maar je gaat hier gewoon in een doodnormale woning wonen. En toevallig heb je de plezier dat zorg nabij is. Dus als je zorg nodig hebt, kan je het hier vinden. Het merendeel van de woningen zijn geschikt voor 2-persoonshuishoudens. Dus dat betekent ook dat stellen, als ze als een van de twee een zorgvraag krijgen, niet onverhoopt uit elkaar gescheurd worden en moeten verhuizen. Maar die kunnen hier gewoon blijven wonen. Kortom, samen met de vooruitgang en de zorgcirkel willen we hier een echt thuis gaan bieden aan bewoners, zodat ze zelf keuzes kunnen maken hoe ze wonen. Eén doel hebben we steeds voor ogen gehad en dat was het toevoegen van woningen in een woonconcept voor de oudere bewoners van onze gemeente, om het zomaar even kort te zeggen. En met dit complex moet er voor deze doelgroep een mooie plek ontstaan in deze prachtige wijk waar ze kunnen wonen. Wat mooi om elkaar op deze stralende dag voor deze gelegenheid hier te ontmoeten. En ik hoorde net al van een dag in Nijmegen die stralend was. Nou, laten we hopen dat deze net zo stralend gaat worden afgesloten zometeen. Ik wil even reageren op de speeches die tot nu toe zijn geweest. Monique, wat een intro die je net deed, die ook even echt raakte. Uit persoonlijke omstandigheden kan ik melden dat het heel erg realistisch was. Echt knap neergezet. Stefan, echtparen die uit elkaar gaan. Wij hebben het er al eventjes over gehad. Waar sta je? Daar. Voertureffect. Ik had je verder weg verwacht. We hebben het er al over gehad. Het zijn hartverscheurende taferelen. En wat mooi dat dat hier zo wordt georganiseerd dat dat niet nodig is. Dat dat mensen bespaard kan blijven. Fred, even de datum van 2007. Dat is wel, lijkt wel heel lang. Maar als je dan met elkaar tot het optimale concept kan komen. Met vertrouwen in elkaar als partners. En laten we hopen dat als verlengstuk daarvan ook het vertrouwen in elkaar als gemeenschap. De ontwikkeling zoals die hier plaatsvindt mag voeden. Het lijkt me een prachtig vooruitzicht.
En als het gaat om die eerste paal, want dat was natuurlijk de symbolische daad. Het is niet zo dat dat echt de eerste paal is, want we worden al regelmatig in deze buurt gewekt door heiende machines. De wekker, de haan, hebben we niet meer nodig, want al enige tijd, 7:10, 7:20, dan worden de palen met groot geraas de grond ingeslagen. Wat ook de soliditeit van het bouwwerk symboliseert, zullen we maar zeggen. Want dan heb je ook wat. En ondanks dat al die palen bijna in de grond staan, wordt vandaag het formele startschot gegeven voor de bouw van dit hele bijzondere project aan de Friese Vlaak. En laten we hopen eind 2020 dat het zover is dat we hier weer staan met elkaar. Een project dat bestaat uit het realiseren van 3 gebouwen op deze plek. In totaal de bouw van 102 appartementen, sociale huurwoningen en een wijkontmoetingsruimte voor iedereen die hier gaat wonen. Het bijzondere aan wat hier gebouwd gaat worden is dat het bedoeld is voor mensen vanaf 65 jaar uit deze gemeente. Mensen die verzorgd worden, willen worden, kunnen worden en ook op hun eigen manier nog kunnen wonen. En die dus inderdaad weer ruimte maken voor andere mensen die weer in hun woningen terecht kunnen, de woningen die zij verlaten. Er is en er ontstaat een zorgvraag, dan kunnen de bewoners hier die gewenste zorg ontvangen. Zorgcirkel staat daar borg voor. Mensen kunnen hun eigen keuzes maken en zo kan iedereen op een zo zelfstandige manier wonen en blijven wonen. Dat gaan we vieren. Daar zijn we met z'n allen voor. En er is ook een officiële handeling bij bedacht. En die rode knop is daar ergens. Dus ik nodig u van harte uit om mij te vergezellen die kant op. Dan kunnen we daar met elkaar de formele eerste paal slaan. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 1, 2, 3. Ik zit uit namens de gemeente bij de eerste paal op de Friese Vlaak van het WoonZoco, het woonzorgcomplex. Wat heeft de gemeente daar nou voor invloed in? Heel veel. Het leuke feit wil dat ik zelf hier vanuit twee rollen eigenlijk bij betrokken ben geweest. Eerst als medewerker van de vooruitgang. Nou, zoals net ook al genoemd in de speech hebben we toen... Een prachtige mooie rondleiding, of tenminste rondgetoerd door Nederland, om te kijken bij andere projecten waar we misschien lering uit konden trekken. Nou, en nu later dan sinds 2017 ook als bestuurder. En ja, onze rol is eigenlijk zit meer in de regiefunctie en ook het initiëren en het mogelijk maken van de wijkontmoetingsruimte. Dus daar hebben wij ons ook garant voor gesteld. Dat is ook een van de... voorzieningen in dit complex om ook bruisend te maken, zodat ook mensen hier een kopje koffie kunnen drinken. Dat is allemaal door wet en regelgeving bij de corporaties en de zorgaanbieders. Die mogen dat niet meer, 1, 2, 3. En dat is ook de reden waarom wij hier ook volledig achter staan als gemeente. En nou werd er in, het loopt al een tijd, dat hebben we begrepen. Jullie zijn rondgetoerd door Nederland, mooie anekdotes zijn daarover verteld. Maar in 2018 heb ik in de stukken gelezen, werd er nog getwijfeld over het aantal appartementen. Gefaseerd bouwen, is het wel genoeg, is het niet te veel? Hoe is het aantal van 102 nu gekomen? Ja, dat is eigenlijk gewoon een optelsom. Het is natuurlijk tijdens zo'n proces is er altijd passen, meten, hoeveel, wat kan er nou wel op, wat kan er nog niet op. En je ziet ook gaandeweg dat het aantal woningzoekenden natuurlijk enorm stijgt. Dus dan wordt er weer gezocht naar een optimale mix. En ook met name in corporatieland is het zo dat vaker, hoe kleiner die wooneenheid, des te betaalbaarder het wordt. Dus het zijn ook wat wooneenheden waardoor je een betaalbare woning hebt. Het is eigenlijk op 102 uitgekomen. En ik denk dat dat alleen maar goed is voor dit traject. En daar zit een beschermd wonencomponent in. Maar het is, allemaal zijn het zelfstandige woningen. Wonen met zorg en beschermd wonen, dat is samen. Ja, het is heel normaal dat gaandeweg een proces, dan is het 100 en uiteindelijk komt er dan 102 uit.
Ja, dat is gewoon... En is dat nou vergeleken met wat jullie van tevoren bekeken hebben door heel Nederland? Is dat nou veel? Is dat weinig? Is dat groot? Is dat klein? Ik denk dat het een iets boven de middelmaat is. Het is toch wel een forse aantal. Maar zoals je merkt, je hebt net de corporatie geluisterd, het is nog steeds niet voldoende. Maar ja, woningbouwgrond is schaars. Je hebt niet alleen ouderen die je moet bedienen, we hebben natuurlijk ook jongeren en ook nog mensen die willen doorstromen. Er zit altijd een financiële component aan, je hebt een maatschappelijke component zoals deze. Ik denk dat dit een mooie mix is en we gaan kijken of dit soort projecten eigenlijk ook in onze gemeente nog elders kunnen realiseren. Want de blauwdruk hebben we nu, dus al die jaren dat we nu hebben overlegd en gesteggeld en waar zaten de knelpunten, dat weten we allemaal. Dus dat hoeft bij een volgend project geen probleem te zijn, omdat we dan precies weten waar de knelpunten zitten. Jullie waren het ook gauw binnen het college, binnen de gemeenteraad eens dat dit voor sociale huur gebouwd moest worden, dat dat niet aan de commerciële markt ging? Dit is een hele mooie combinatie, omdat als mensen een x-aantal uren zorg per maand nodig hebben, is er geen inkomenseis. Dus vandaar dat ook met de corporaties en het tekort aan sociale huurwoningen en daarnaast het bedienen van die doelgroep die straks wat meer zorg nodig hebt en geen inkomenseis nodig is dit eigenlijk de ideale combinatie. Jan Tol van de Seniorenraad. Wat heb jij nou met die eerste paal van dit woonzorgcomplex? In zoverre hebben we er iets mee te maken dat de Seniorenraad al vele jaren vraagt welke maatregelen de woonzorg of de zorgcirkel heeft met betrekking tot senioren die gebrekkig worden, die dementeren of andere gebreken gaan vertonen en dat er onvoldoende opvang is. Want velen die zijn nu tegen, die moeten dus thuis verzorgd blijven worden, vaak door een partner en mantelzorgers, terwijl dat eigenlijk niet meer kan. En het Sint-Nicolaashof in onze gemeente en ook de Meermin, die hebben eigenlijk onvoldoende plaats om die specifieke zorg voor die mensen te kunnen leveren. Dus wij zaten voortdurend op het vinkentouw om te vragen van hoe staat het nou met dat woonzorgcomplex? Omdat we vanuit de politiek weten dat er al sprake was van een woonzorgcomplex in het midden van het eerste decennium van 2000. Dus dat feest ging niet door vanwege wet en regelgeving. En toen had je dus de vogelhabitatrichtlijnen en ook de fijnstofregeling. En dat zorgde er ook voor dat project niet doorging. Nou ja, toen kreeg je de crisis. En dan krijg je natuurlijk discussie over concepten die iedere keer weer onderuit gehaald werden door nieuwe wetgeving. Met andere woorden, wij bleven vasthouden en vragen aan partijen hoe het nou stond met het woonzorgcomplex. Ja, Jan, ik maak ook maar een grapje hoor, want we kennen jou natuurlijk heel erg goed. En wij zagen lang al dat jij niet de eerste bewoner zou worden. Echt niet. Dat was ik ook nog niet van plan, nee. Nee, maar jullie hebben het dus echt een beetje ook geduwd, mag je wel zeggen. Misschien is duwen wel een groot woord, maar we hebben wel voortdurend aandacht gevraagd. En niet alleen in gesprekken met partijen zoals de vooruitgang, de wooncompie en met de zorgcirkel. Maar we hebben dat ook tot twee keer naartoe hebben wij in een televisieprogramma van 100 Midden en Ouder hebben wij aandacht gevraagd voor de stand van zaken met betrekking tot het woonzorgcomplex. En de eerste keer toen ging het om het presenteren van het concept waarin het woonzorgcomplex nu gegoten wordt. En de laatste keer hebben we gevraagd naar de stand van zaken. En dat was vorig jaar rond deze tijd. En nou hoef je niks meer te vragen, want nou begint het. Nou gaat het beginnen, maar ik kan me ook voorstellen dat als het spul op de rit staat, dat wij natuurlijk wel zullen vragen. En hoe gaat het nu verder met de bewoners? Wat is er voor bewoners? Want we willen natuurlijk ook wel graag laten zien, als het mogelijk is via 100 Midden en Ouder, wat dit complex voor deze mensen en hun familie en omgeving betekent. Uiteraard gaat de lokale omroep dit heel erg intensief volgen, want dit is een uniek project voor deze gemeente. Het is niet alleen een uniek project voor deze gemeente. Ik geloof dat het ook een uniek project is, een pilot in ons land. Ik geloof dat dit een van de nieuwe concepten is op het gebied van wonen en zorg. Heel goed, Jan. Je hebt het duidelijk gemaakt. Jij wordt niet de eerste bewoner, ook niet voorlopig de tiende. Geweldig bedankt en blijf het ondersteunen en blijf de mensen op de hoogte houden. Dat zullen we zeker doen.
Succes ermee. Dankjewel. Monique Kremers, jij bent, goedemiddag. Jij bent voorzitter of directeur van de Zorgcirkel. Uiteraard ben je hierbij betrokken bij de eerste paal van de Friese Vlaak WoZoCo. Zeker weten. Ik ben overigens bestuurder bij de Zorgcirkel samen met Ronald Buis. Wij zijn samen eigenlijk al een tijdje op weg in de Zorgcirkel. En hebben een droom van een maatschappij waarin ouderen gezien worden, mee kunnen blijven doen. En we realiseren ons natuurlijk dat heel veel ouderen nog ouder worden en meer ziektebeelden ontwikkelen en daardoor kwetsbaarder en zorg nodig hebben. En we realiseren ons ook dat ouderen van nu en straks, en misschien zelfs wel nu, ik ook, niet meer zo willen wonen zoals dat vroeger misschien wel geliefd en gewenst was. Dus we spannen ons in om samen met allerlei partijen, en dat is hier denk ik heel goed gelukt, nieuwe vormen van wonen mogelijk te maken. Dat mensen kunnen blijven wonen in een vertrouwde omgeving, ook als ze straks of dichtbij zware zorg nodig hebben. Nou heb ik vanochtend nog de laatste persstukken doorgelezen. En daar wordt genoemd een getal van 101 appartementen. Maar deze toespraken vanmiddag waren allemaal 102. En de cameraman Marcel en ik waren al bang dat die extra voor jou bestemd was. Want jij begon met een prachtige anekdote hoe het in de werkelijkheid ook kan gaan. Met mensen die de weg kwijt zijn. Ja, en dat heb ik realiseerde me, dat was gevaarlijk, want dan krijg je dit soort vragen. Ik weet ook zeker dat een paar mensen dachten, nou die Monique Kremers, die is echt de weg kwijt. Dat klinkt heel oneerbiedig. Wat ik ermee wilde doen is echt overbrengen, steeds meer, vroeger, we hebben een tijd gehad dat mensen bijvoorbeeld met dementie, maar ook met allerlei andere ziektebeelden, ja, dat we die toch een beetje in die veilige instituties onderbrachten, vanuit het goede gedachte. Dus het is helemaal niet dat dat slecht was, maar we hebben nou niet meer die behoefte in zijn algemeenheid. En de mensen zullen steeds meer onderdeel van de maatschappij zijn. Overigens ook omdat de zorg daardoor alleen maar beter wordt. En omzien naar elkaar is een heel belangrijk iets. En ik denk, dat ziet u denk ik ook, dat dat gelukkig steeds meer terugkomt. Dat hoeft niet in een religieuze zuil. Dat hoeft niet vanuit een politiek standpunt. Dat is gewoon je als mens met hart en ziel omkijken naar je omgeving. En met mijn start van mijn speech wilde ik iets overbrengen van, u kunt dus allemaal mensen tegenkomen waarvan u even denkt, hey, wat is daarmee aan de hand? Maar weet u, het is de uitdaging om juist door te vragen en te kijken wat je kan betekenen. Dus dat heb ik ermee beoogd. Maar weet u, als dat 102e appartement hier mogelijk is, vind ik het zo gek nog niet hoor. Want het ziet hier prachtig uit. Wie weet. Ja, het is een mooie buurt. Er is natuurlijk de hele tijd sprake geweest van gefaseerd bouwen. Omdat de aantallen waarvoor je ging bouwen, of waarvoor men moet bouwen, nog niet bekend waren. Wanneer is dat bekend geworden dat het er 102 moesten worden? Ik kan het u niet precies aangeven. Ik herken absoluut wat u zegt, dat aanvankelijk een wat gestoei met cijfers was. En even macro gezegd, weet u, we zouden er ook 200 of 300 kunnen bouwen. Want de behoefte neemt zo snel toe. Bovendien zaten we ook nog, we hebben echt ons ontworsteld van wet en regelgeving. Van wat is nou zware zorg? Want we hebben eerst op aantallen van 40 en 60 en 80 en 20... Vergeef ze me, ik weet niet precies wanneer we naar 101 zijn gegaan. Dat heeft ook iets met de ruimtelijke ordening te maken en met hoe belangrijk wij het vonden dat er echt een goed appartement stond. Wat gewoon genoeg vierkante meters had, ook genoeg ruimte was voor bewegen en voor ontmoeten. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment een soort, het is haast sudoku, het eindigt altijd op 9, maar dat wat erin zit verschilt. En het aantal 102, dat is dus gauw bereikt. Hoe is de verdeling nu precies? Ook dat kan ik u niet precies zeggen, omdat wij echt het hogere doel hebben. We weten wel zeker dat het 101 appartement is. 102. Ja, oh ja, die ene voor mij er nog bij, hè? Zo is het. Ja, u heeft gelijk. En geen nepotisme, dus ik ga netjes in de wachtrij staan, et cetera. Maar we hebben met elkaar, en dat is denk ik het allernieuwste, echt met elkaar een weg gevonden waar langs we gaan toewijzen. En daarin gaan we zo flexibel mogelijk om. Dus niet alleen maar iemand staat zo lang op de wachtlijst of heeft die indicatie. Natuurlijk blijft dat richtinggevend. Maar de kunst zal zijn, hoe gaan we flexibel om? Want u begrijpt, als wij stellen dat echtparen bij elkaar kunnen blijven, dan betekent het wat. Als van een echtpaar iemand bijvoorbeeld overlijdt, gaan we, hè, wat je voorheen natuurlijk nog wel eens zag, dat iemand dan moest verhuizen. Nou, dat willen we juist voorkomen. Dus je krijgt een veel misschien ingewikkelder spel van toewijzing. En hoeveel mensen met zware zorg en hoeveel mensen met lichte zorg. Wij gaan daar met elkaar, zijn we al eind op weg, andere criteria voor vinden om zo, nogmaals, zo flexibel mogelijk te voldoen aan behoeften.
met elkaar. Heeft u het over de woningcorporatie, de vooruitgang en de wooncompagnie, de gemeente. Nou ben ik op een ander platform ook betrokken bij allerlei huurderszaken. De Evian heeft ook nog een klein stemmetje hierin. Zeker, in die zin niet zozeer in het ontstaan van dit project. Maar wij werken samen met alle zorgpartijen. En ook Evian is natuurlijk ook actief in de thuiszorg in Edam, Volendam en Zeewaard. Daar zijn we alleen maar blij mee. U begrijpt ook, gelet op het toenemend aantal ouderen. Wij hebben geen enkele behoefte tot concurrentie. We hebben behoefte om samen te werken en inclusief te zijn. Ja, nog één vraagje, want ik krijg een schouderklopje. Dus wat ik uit uw verhaal begrijp is dat de appartementen uitwisselbaar zijn. Tot echtparenbewoning of alleenstaande als de partij overleden is? Ja, we hebben... Ja, uitwisselbaar is natuurlijk, ik heb de behoefte om dat dan even weer te nuanceren. Maar als je het even op het hoogste doel, en daar gaan we steeds van uit. Wij willen niet dat als een echtpaar, als iemand daar, als de partner overlijdt, dat iemand zou moeten verhuizen. Dat is het basis. In ieder geval moet iemand de mogelijkheid krijgen om te blijven wonen in de vertrouwde omgeving. En weet u, we krijgen daar vraagstukken in. Ik weet zeker wat je nu bedenkt op papier, dat blijkt straks geduldig. En dan kom je in de praktijk voor hele ingewikkelde vraagstukken. Maar omdat we zo met elkaar samenwerken en echt op waarde het voor elkaar krijgen, krijg je het ook voor elkaar, ook die vraagstukken. Hoe flexibeler, hoe beter. Heel goed. Monique, hartstikke bedankt. Heel veel succes met dit complex. En je zal er nog heel veel zijn hier. Dat denk ik ook. Nou, zeker ook op die hele warme dag in december volgend jaar. Ja. Wordt weer net zo heet als nu, hè? Als we het gaan openen. Tot dan. Gefeliciteerd met deze part. Dank u wel. Dank u wel. Fred de Boer, Stefan van Schaik, respectievelijk de vooruitgang en de wooncompagnie. Ja, het is al zo vaak gezegd vanmiddag, maar jullie zijn hier diep en diep bij betrokken, hè? Ja, we staan hier eigenlijk apetrots dat dit moment eindelijk daar is. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, daar sluiten we van harte bij aan. Het is een lange weg geweest, maar wat er nu komt is echt geweldig. Een innovatief project waarmee we echt een verschil willen maken voor de woningmarkt. Is het echt zo innovatief? Want er zijn andere gemeentes die zoiets gemaakt hebben. Maar wat is het innovatieve aan dit project? Behalve het gasloos bouwen. Het is een speciaal woonconcept met toch wel de gangen van vroeger, maar iedereen heeft toch zijn eigen wooneenheid. Met ook een gezamenlijke keuken, maar douche en alles, dat zit, kijk ik ook even naar Stefan of ik helemaal goed ga, dat zit in je eigen appartement. Dus het is een, wat dat betreft een innovatief woonconcept, hebben we gekopieerd uit Nijmegen, van het bureau Veem. En ja, wat natuurlijk ook bijzonder is, dat is gasloos, maar dat je dus, want dat was voor ons ook nieuw. Dat je eerst de grond moet kopen, dat je de grond eerder aan moet kopen, omdat er geboord moet worden, warmte opwekken. Dus dat soort dingen, dat is allemaal nieuw en innovatief. Ja, en toen wisten jullie nog niet dat er gasloos gebouwd moest worden nu, hè? Nou, dat hadden we wel vrij snel in de gaten, hoor. Op een gegeven moment hebben we het concept ook omgegooid. We hebben ook als bestuurders gezegd, nou, we willen ook een tandje duurzamer met dit plan. En gelukkig maar, want anders hadden we nu het plan weer moeten omgooien. Dus zijn we op tijd bij geweest. Dus nog even Fred mag aanvullen van net. Het zijn eigenlijk doodnormale woningen die we gaan maken. Maar wat hier komt te wonen, zijn ook mensen met een hele zware zorgvraag. Dus wat mij betreft is dat het meest innovatieve hieraan. Het zijn gewone woningen waar mensen zelf bepalen hoe ze wonen. Maar ze kunnen ook volledige zorg inkopen. En het mooie ook is dat stelletjes niet meer uit elkaar hoeven. Ja, dus we realiseren ook 60, zijn het of 62? 62 driekamerwoningen. Waar de stelletjes ook gewoon prima in thuis kunnen vinden. En als ze zorg nodig hebben, dan kunnen ze dat inkopen bij de zorgcirkel. Het is dus gewoon een seniorencomplex waar de zorg 24/7 bij aanwezig is. In nabijheid, ja. En we hebben ook gezorgd samen met de gemeente dat er een mooie plint onder komt. Zodat er ook veel te doen is. En die plint krijgt een wijkfunctie. Dus we hopen op een heel mooi bruisende plint. Dat het aantrekkelijker maakt om hier te komen wonen. Ja, het is natuurlijk een vrij nieuwe buurt, dus veel jonge gezinnen. En die worden echt er naartoe gezogen, hopelijk, hè? Je hebt natuurlijk de combinatie van de jongeren en vaak ouders, grootouders. Dus die hier dan weer terugkomen eigenlijk. Dus dat is, het is wel een heel prachtig concept wat dat betreft. En alles zit in de buurt. Je hebt hier winkels, er zit een school in de buurt. Show de boelbanen, zwembad, het is eigenlijk alles is binnen handbereik. Prachtig mooi.
Hoe zijn jullie tot het aantal van 102 appartementen gekomen? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Wat puzzelen geweest. We zijn heel erg begonnen bij hoe de woning eruit moest zien. En daarna zijn we gaan kijken en hoe past dat dan in gebouwen en wat voor volume blijft er dan over. Dus het zijn ook, we hebben een hele tijd gecommuniceerd dat 100 woningen zouden zijn. En uiteindelijk bij het optimaliseren van het pand zijn het zelfs 102 geworden. Ja, en je zat met die aantallen natuurlijk, volgens mij in het eerder plan waren er iets van 150. En dat was allemaal gestapeld en dat was heel blokkerig. En hier moet ook nog een stuk groen weer terugkomen. Dus toen hebben we gezegd, nou 100. En daar zijn we eigenlijk later allemaal van uitgegaan. Ja. En de samenwerking met de gemeente, dat hoef ik niet te vragen, die is ook heel goed, hè? Absoluut. Ik vind ook dat de gemeente haar nek heeft uitgestoken voor dit plan. Want ze nemen ook verantwoordelijkheid om, waar ik net over had, die plintvoorziening, om dat tot een bruisend geheel te maken. Dus ja, zeker. Dat gaat ook allemaal naar de regeltjes van de gemeente, niet naar de corporatie? Het zijn gezamenlijke regels. Kijk, de gemeente heeft natuurlijk zijn stedenbouwkundige voorwaarden. En wij hebben de regels van de corporaties te hanteren. En daar komt nog bij dat je ook nog te maken hebt met zorgregels. Dus daarom heeft het ook zo lang geduurd. Vanaf 2007. Het zou het eerste complex zijn hier op de Broekgouw. En uiteindelijk wordt het laatste complex. Het is ongelooflijk, maar het is wel een fantastische plek. Is het allemaal sociale huur? Allemaal sociale huur. Sterker nog, het is bereikbaar ook voor mensen die huurtoeslag krijgen. Voor 1- en 2-persoons huishoudens die huurtoeslag krijgen. Dus gewoon erg belangrijk voor de onderkant van de huurders, zeg maar, van de woningzoekenden, met zorg. Dat is natuurlijk ook een heel actief ding. Dat is ook bijzonder. En bijzonder dat het zware zorg is. En zeg maar, in de appartementen die ernaast staan, daar kan je dus gewoon ook later nog zorg krijgen. Dus als je wat lichter wordt. Zware zorg en normale zorg. En dat is in die appartementen eromheen is het 50-50. Dus er wonen ook gewoon nog gezonde mensen. Nou zijn jullie woningcorporaties, dus niet echt commerciële gewincorporaties die huizen verhuren. Hebben jullie overleg met de zorgcirkel, ik neem aan van wel, wie er nou in komt of bepaalt alleen de zorgcirkel er? Nee hoor, de gewone woningen doen we samen bepalen, om en om geloof ik dat we dat doen in de toewijzing. En de zware zorgvraagwoningen, ja, daar heeft de zorgcirkel gewoon het beste zicht op. Die mensen die kennen wij ook niet, die zien wij ook niet. Dus ik raad ook alle kijkers aan om zich op tijd in te schrijven. Want de woningen worden zo meteen geadverteerd. En zowel via ons als via de zorgcirkel kunt u in aanmerking komen voor zo'n woning. Ik sprak net een Edams echtpaar. En die staan al ingeschreven, zeggen ze. En die willen ook wel, en ik zal ik voor zorgen. Nee hoor. Maar die willen waar de heimachine nu staat. Is dat mooi? Zijn er al mensen ingeschreven of is dat nog in de toekomst? Ja, het kan zijn dat er mensen al in het reguliere systeem staan die dan zeg maar, als gewoon vitale ouderen hier binnenkomen. Maar als je echt de zorgkant hebt, dan moet je wel met een urgentie binnenkomen. En dan loopt het ook via de zorgcirkel. En met name de zware zorg, dan moet je echt naar de zorgcirkel. Dus meneer Kremers, die moet zich nog inschrijven, de directeur van de zorgcirkel. Absoluut. Op tijd voorbereiden. Geen voorrang. Er staan hier twee hele trotse mannen. En ik ken ze wel beter. Maar jongens, gefeliciteerd. En heel veel succes erbij. Bedankt.